Welkom bij de Fernandez YouTube Cooking Show. Deze show wordt mogelijk gemaakt door Fernandez Botteling, Fernandez Bakkerij, Fernandez Agenturen en also supported by HSDS. Bij deze show gaat het erom dat twee teams erom zullen strijden wie de mooiste, maar zeker ook de lekkerste gerechten op tafel kan plaatsen. We gaan nu kennis maken met de teams. Ferry is comediant, influencer en een grote supporter van Fernandez producten. Cyrus, meer bekend als Psycho Fitch, kennen we van YouTube, maar ook als comediant van Sambal Trassi. Stefan is in het dagelijks leven kapster, maar we kennen haar ook als YouTube mukbang influencer. Anna kennen we ook als influencer en wie weet kent u haar nog van de Love Call afgelopen februari. Zojuist kennis gemaakt met de deelnemende teams. Maar we gaven al aan, het is een wedstrijd. Dat wil dus zeggen dat er spelregels zijn. Nou, wat zijn de spelregels? Het gaat om twee rondes tijdens deze show. Je hebt de ronde van het voorgerecht en dan heb je de ronde van het hoofdgerecht. Bij elke ronde krijgen de teams drie boxes. Een main box. De teams moeten alle ingrediënten in de main box gebruiken. Ze krijgen ook een basic box. Daarin zitten ingrediënten die relevant zijn tijdens het koken. Maar ze zijn niet verplicht om alle ingrediënten uit die box te gebruiken. En ze krijgen een drinkbox. Daarin zitten Coca-Cola Original, Coca-Cola No Sugar, Dasani en Minute Maid. De jury die zal letten op bepaalde zaken. 1. De smaak. 2. De creativiteit. 3. Het gebruik van de secret ingredient, want ja, er komt bij elke ronde een secret ingredient te pas. En 4. Het gebruik van Coca-Cola Original en Coca-Cola No Sugar. Laten we kennis maken met de jury. Tersha is chef-kok, eigenaar van Tori Osso en heeft daarnaast al 2 keer medailles in de wacht gesleept bij Taste of the Caribbean voor Suriname. Jean-Luc is CEO van Ineffable en daarnaast is hij amateurkok op de zon- en feestdagen. Gail kennen we van de televisie en ze is om de 2 weken live homecook van Fernandez Botteling. Zijn jullie er ready voor? Want we gaan nu van start met de eerste ronde, het voorgerecht. Dit is dus het moment waarbij we de main box gaan revealen voor beide teams. Voor wat betreft het voorgerecht. Wat zit er in de main box? Fernandez Bakkerij banketstaaf. Fernandez Bakkerij kerstbrood. Kaas. En whippy pindakaas. Dat belooft nog wat. Daarnaast hebben we ook nog de drinkbox. Daarin zit er Minute Maid. Appelsap, Dasani water. Coca-Cola No Sugar en Coca-Cola Original. Dit zijn de ingrediënten die jullie dus moeten gebruiken bij het voorgerecht. En het kan dus heel erg spannend gaan worden. Succes! Oké, Savannah, dus wat we gaan doen is... Hier hebben we die... Dit. Gewoon met kaas en pindakaas. In een bordje en zo regelen. Hoe safety? Gaan we net gebruiken. Maar luister. Nooit als ze natuurlijk gaan de rest ook naar huis brengen. Slim, ook wel. We kunnen ook niet met kaas doen alleen. Want die of alleen met kaas, ja. Dat is ook lekker, hè? En die is dan gewoon met pindakaas. Pindakaas. Ja. Perfect. Ja. Dat is het. Super lekker, top. Okay. Maar ik denk, ik weet wat dat ding is. Dit is eigenlijk te lang voor 1 persoon. Ik daarom hebben ze 2 mensen gezet. Pedal de 3. Zijn jullie ready? Voor de secret ingredient. Bij het voorgerecht hebben jullie als secret ingredient krikra. Dat mogen jullie dus gebruiken. Alsjeblieft. En
vergeten. Je kan ook Coca-Cola no sugar of Coca-Cola original. Succes! Gaat het, heren? Ja, het lukt helemaal. We hebben dit speciaal geleerd vanuit Indonesië. Dag Ferry. Wat zeg je? We zijn helemaal naar Indonesië voor dit. Ja, helemaal klopt. Dus als het niet lekker is, blijf in Indonesië. Ja. Wie heeft jullie voorgerecht een naam? Ala Exi Kondre. Iemand kerstboot. Kerstboot à la Exi de la Sire. Is het een lange naam? Ik ben het wel vergeten. Okay. Hoe hoort het? Ah, dus dan gaan we hem nu stomen, zodat de kaas lekker smelt. Dat weet je wel. Het ziet er interessant uit. Ah, ik hoop dat je geen bent. Als je twee zet. Dames, lukt het aan deze kant? We proberen. Ja, het lukt wel. Yum. Met boter. Oké. Okay. En krieken. Kaas. Wat hebben jullie een beetje gedaan? Die krikra gesmashed, so we turn it into a powder en dan hebben we op die kerstbrood gezet met kaas en nu smelt het. Oké, goed. Heeft het een naam? We gaan even nadenken. Ja. Dat is echt lekker. Nou, even kijken. Hoe is dat? Heb je daar? Jawel. Ik ga daar brom. Hey, Santa. Kom je dat? Hallo. Lukt het? Ja, sowieso. Het is er basic. Ja, basic. Ik wil hem. Honey, basic Jullie hebben echt plezier erin, want we gaan aftellen nu. 20 seconden. 20.
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. We kunnen volgens mij stoppen. Iedereen is klaar. Ze zijn ready. Fernandes Kerstbrood, een magische beleving. En dit is dus de moment of truth voor wat betreft het voorgerecht. Je ziet, we zitten aan de jurytafel. Jean-Luc, Tersha en naast mij staat het eerste team, Anna en Sylvana. Hoe heet het gerecht dat jullie ons hebben opgediend? De Christmas spice. De Christmas spice, ja. Waarom heet het zo? We hebben dus dan de hoofdingrediënt. Die hoofdingrediënt, ja. Ja. Op alles gebruikt. Kaas, pindakaas, mm-hmm. Kerstbrood. En de secret ingredient ook sowieso. Op allemaal. En de krikra, I hope you like it. En jullie hebben bewust gekozen voor... Ja, een beetje gezond doen. Oké. Okay. Ja. Gezond en lekker. Ja, dat vooral. Ja. Hij is een professionele kotter. Ik doe mijn best. Ik zal het doorgeven en ik zal twee stukjes nemen. En dan zal ik zo mijn final verdict geven. Okay. Oké, dames, mijn eerste vraag is, hoe hebben jullie Coca-Cola Original of Coca-Cola No Sugar verwerkt in dit gerecht? We hebben geen Coca-Cola gebruikt. Nee. Maar Gail had het jullie wel gezegd en geadviseerd. Wat lekker is, dat wil ik een compliment geven, is dat jullie de combinatie krikra pindakaas op kerstbrood hebben gedaan. Voor mij persoonlijk mocht er een beetje meer krikra op, om meer het chocoladegevoel naar voren te brengen. Maar de combinatie was lekker. En ook het sprinkeltje krikra onder de kaas was ook wel een goede combinatie. Als laatste, de banketstaaf. Hebben jullie iets daarmee gedaan of hebben jullie hem gewoon gesneden? We hebben gewoon sprinkles on it. Met de krikra. Maar dit is lekker genoeg en een beetje chocolate. Ja, erover. Oké. Alleen om het niet te machtig te maken, want hij is al heel erg lekker. Ik ga het hebben over jullie plating. Ik heb gekeken naar jullie bord. Ik vond de opmaak best leuk. Interessant hoe jullie de kaas hebben gerold. Hoe jullie de kaas hebben gerold en hebben laten staan. Dat van die krikra en die pindakaas was ook een leuk idee. De banketstaaf, voor mij konden jullie dat een beetje anders doen. Maar voor de rest vind ik hem goed. Gel in nog. Ja, ik was nog aan het genieten van de banketstaaf. Ik vind het ook heel creatief, de manier hoe jullie het hebben gepleegd. Ook het idee met die sprinkles van krikra. Net wat Jean-Luc zei, ik mocht wat meer krikra sprinkles, zodat dat effect een beetje meer naar voren kwam. Persoonlijk had ik gehoopt dat jullie iets meer met die banketstaaf zouden doen. Want je kan er eigenlijk meer kanten mee op. Maar de combinatie op zich is niet slecht gezocht. Een beetje meer proberen gebruik te maken van nieuwe ingrediënten kan heel verrassende effecten opleveren. Zoals die Coca-Cola. Ja. Maar dat eigenlijk. Dat is het, maar voor de rest. Yes. Oké. Okay. Dankjewel. Doe jouw boodschappen veilig, efficiënt en gemakkelijk op Fernandes Express.
Fernandez Express heeft een uitgebreid assortiment aan producten voor de dagelijkse behoeften, lekkernijen, Albert Heijn producten en nog heel veel meer. Plaats jij een bestelling voor 11 uur 's ochtends, dan wordt je order de volgende dag geleverd. Bestellingen na 11 uur 's ochtends worden binnen 48 uur geleverd. Bestellen op Fernandez Express. Makkelijk, snel en voordelig. En nu is het de beurt aan het team van Ferry en Cyrus Saikovic. Wat hebben jullie voor ons klaargemaakt? Zoals u ziet, het leven zit vol verrassingen. We hebben jullie verrast, Cyrus. Hier hebben we onze welbekende, meest gevraagde dish genaamd Aladois Tappe Kerstbrood. Dat is gemaakt door mijn oma. En het is niet heel bekend in Azië vooral, onder de Japanen en ook andere Aziatische landen. Oké, welke ingrediënten hebben jullie allemaal gebruikt? Zoals u ziet, kerstbrood, gesmolten kaas, er is gedefinieerde pindakaas eronder. En we hebben die krikra bewust zo gelaten, omdat het mooi is. Oké. Okay. Yes. En we hebben ook ei gezet. Ja, we hebben ook ei gezet. Dus de bedoeling is dat je het kerstbroodje, dus dip in krikra. En ja, hoe dat doen we? Pindakaas. Oké, ze hebben dat. Het is een traditie, dus ja. Okay. Aangezien het een traditie is, moeten we het wel proberen. Het is niet mooi, maar... Zal ik die orders geven? Het smaakt zo. Ik ben je niet meer van. We gaan inderdaad kijken of we wat kerstmis zo kunnen snappen. In die pindakaas. En jullie hebben ook voor appelsap gekozen? Ja. Klopt. Dat is favoriet. Oké. Mijn oma's plantje. Je oma plantje? Ja. Bij de appelfabriek. Okay, ik ga met dezelfde kritische noot beginnen als bij het andere team. Hoe is de Coca-Cola Original of de Coca-Cola No Sugar hierin gewerkt? We hebben het bewust nog niet gebruikt, maar we hadden het pas later gehoord. Omdat we het niet te veel willen weggeven. Toch? Want wij zelf zijn een grote fans van Coca-Cola. En we zeggen, save the best for last. Ja. Oké. Het compliment wat ik jullie wil geven is dat jullie in de necessity basket zijn gegaan en ingrediënten hebben toegevoegd die niet bij de oorspronkelijke lijst zaten. Mm. Dus dat is een compliment. Ik hou van kaas, dus dat jullie extra Fernandez kaas erop hebben gegooid, ben mij altijd welkom. Helemaal eens. Hoe het esthetisch misschien wel mooi is wat jullie hebben gedaan met die krikra, ik toch hoop dat jullie iets meer erin hadden verwerkt. En ook voor jullie hetzelfde. Ik denk dat jullie beiden als teams, zowel jullie team als het andere team, niet door hadden dat er een oven daar staat. Hoe dat jullie de banketstaaf in de oven hadden kunnen zetten. Ik heb nog nooit kerstbrood met eigen vlees. Maar het was verrassend lekker. Oh ja. De Suriname is wel ready ervoor. Ja, ik denk dat ze er ready voor willen zijn, want het smaakt goed. Ja. Die krikra konden jullie een beetje meer beter gebruiken. Die banketstaaf was ook microscopisch klein. Die konden jullie het nauwelijks delen. Maar de opmaak van jullie bord vond ik ook een beetje... Maar op zich... Maar het is opzettelijk zo, van, ja. Omdat het een traditie is. Ja. Oh, het is zo. Goed. Nee, dat is geen. Het was een traditioneel. Zo wordt dit dus eigenlijk gepresenteerd. Dus niet... Oké. Nou, het is goed, dan zullen we traditie niet. Ze verkopen hun gerecht wel. Precies. Ja, voor verkooptechniek. Ja, ja, is een deel van marketing. Dus mensen zeggen, als ze leren, maar kom wel doen, dus kopen ze het. Maar ik moet zeggen, jullie hebben eigenlijk alles al gezegd, maar ik heb de krikra met pindakaas gegeten. En hoe was het? Het is een hele heerlijke smaak, dus eigenlijk hadden jullie er wat meer mee kunnen doen. We hebben de rest van die krikra gegeten, dus dat konden we niet missen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Just click.
check it. HSDsonline.com, flowing through the beating heart of the Amazon. Selectie en surfers van A tot Z. Vind Alassani like the needle in a haystack. With positive vibes, we stray this stray. Your happiness is just one click away. Just click it. HSDsonline, just click it. Just click it. HSDsonline, just click it. We are you, we are Sue.